En dat is? Een vrolijk indiaan, hè. Ik ben een indianenman. Alles wat ik doe is een indiaan. Ik wil de nieuwe, oude allemaal aan. Over laten coveren. Wat voor betekenis heeft dat voor jou? Voor mij. Ik denk dat indianen vroeger beter het leven begrepen als de mensen van nu. Die in ieder geval dichter in het leven stonden als de mensen van nu, laat ik het zo zeggen. Heen met de natuur. Hè? Ik vind de wereld is van iedereen. Jij kan geen grond kopen die niet van jou is, dat kan niet. Die grond is van iedereen. Snap je wat ik bedoel? Waar is dat begonnen? Ja, heel ver terug, man. Hè? Heel ver terug, man. Ja. Kijk, het is ergens begonnen. Iemand heeft gezegd, dit is mijn grond. Maar dat is hetzelfde met het koningshuis. Hè? Wij hebben een koningshuis. Wij hebben een koning waarvan zijn overgrootvader 200 jaar geleden zichzelf koning heeft gemaakt. En ik ben daar een onderdaan van. Kom op, zeg. Dus je bent niet koningsgezind? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En zeker niet hoe dat... Ten eerste, alle mensen zijn gelijk. Hè? Niemand is meer en niemand is minder als een ander. Klaar. Iedereen wordt naakt geboren en iedereen gaat dood. Dat heb je niet in de hand. Ieder mens is hetzelfde en iedereen poept hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? De een wat dikker, de ander wat dunner misschien. Maar ja, dat is toch zo. Kijk, maar ik vind, als je dan een koning bent, gedraag je, of koning wil spelen, gedraag je dan ook, speel het dan ook goed. En zeg dan gewoon, dit jaar geef ik heel mijn toelage, geef ik aan de voedselbank, aan de arme mensen. Dan speel je nog een beetje de koning. Dan krijgen mensen nog een beetje het idee dat je een koning bent. Begrijp je? Als je volgt bijvoorbeeld koning Mohammed van Marokko. Ik ken ook de tijd van zijn vader, koning Hassan, toen kwam ik veel in Marokko. Hè, dat was een heel andere tijd. Als je toen geld had, dan kwam alles daar. Dat was gewoon zo, mensen met geld komen alles daar. Maar als je kijkt dat koning Mohammed het land zo veranderd heeft in de tijd dat hij er is. En als je dan kijkt dat hij afgelopen jaren, waar je niks over hoort, van zijn eigen vermogen, gewoon aan de arme mensen hebt geschonken in Marokko. Dan gedraag je eigenlijk nog, dan speel je nog een beetje de koning, weet je wel. Dan begrijp je het spel nog een beetje, laat ik het zo zeggen. Hé? Is die af? Ja.